Prinses Margriet opent het vernieuwde Bevrijdingsmuseum. Het is vrijdag 25 oktober. Dit is Zeeland Nu. Commando's stelen de show in Nieuwdorp. Stevige kritiek op de aanleg Tropisch Bos. En een politiek debat vol tegenstellingen. Dames en heren, goedenavond. Ooit bestond het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp uit alleen een Canadese helm. Nu is er een heel bevrijdingspark uit de grond gestampt van 3 hectare. En is het museum zelf ook vele malen groter geworden. De heropening vandaag begon met spektakel. Het leek haast een scène uit een speelfilm toen commando's vanuit een helikopter een aanval uitvoerden op het bevrijdingspark dat bij het vernieuwde museum hoort. Het park bootst Zeeland na ten tijde van de Slag om de Schelde en was dus een ideaal decor. De genodigden bestonden onder andere uit veteranen, vrijwilligers en als bijzondere gast prinses Margriet. Zij stapte, net als haar oma Wilhelmina in 1944 bij Ede, over een grensstreep van meel. Daarmee zette de prinses een stap in de toekomst voor het hernieuwde Bevrijdingsmuseum Zeeland. Ze kreeg daarna als eerste een rondleiding door het splinternieuwe gebouw. Bij het nieuwe museum staat ook verslaggever Pim van den Bergen. Pim, wat is er nou eigenlijk allemaal veranderd aan het museum? Nou ja, er is 4000 vierkante meter tentoonstellingsruimte bijgekomen in de gebouwen hier zo achter mij. En dat allemaal op 3 hectare, 6 voetbalvelden, bevrijdingspark. En daarmee is het hier een van de grootste musea in Zuidwest-Nederland geworden. Een enorme klus. Hoe lang is er eigenlijk aan gewerkt? Ja, het is eigenlijk al begonnen in 2009 toen het hier officieel geopend werd. Vader Kees en zoon Stef Traas die hadden een droom en die is vandaag uitgekomen. Ook 10 jaar geleden verrichtte prinses Margriet de openingshandeling voor het Bevrijdingsmuseum. En ook toen werd er van alles uit de kast getrokken om het tot een spektakel te maken. Tot groot genoegen van initiatiefnemer Kees Traas. Ja, dat had ik nooit kunnen denken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, maar dat is toch spectaculair. Dan kunnen we natuurlijk wel even hoe het gelijk op de kaart zetten. Landelijk en daarbuiten denk ik. Ja, dat is mijn stoutste droom gehad, dat is boven prachtig. Maar Kees en zoon Stef stopten niet met dromen. En ze bedachten en bouwden het museum uit tot wat het nu geworden is. Ruimte voor een uitgebreide tentoonstelling met een prominente plek voor pronkstukken. Ja, dat het toch wel heel bijzonder is dat we dit voor elkaar hebben gekregen. We hebben nu eindelijk een van de grotere musea in Zuidwest-Nederland met een bijzonder verhaal. Want de Slag om de Schelde was van eminent belang voor het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. En die Slag om de Schelde is buiten ook nog eens te voelen. Nou, dit is dus dat themapark van 3 hectare over de Slag om de Schelde. We zien allerlei historische objecten en we zien het landschap zoals het er in 1944 uitzag. Met de opening van het vernieuwde museum is er weer een droom uitgekomen voor iedereen die zich ervoor heeft ingezet. Ja, zeker. Niet alleen voor mijn vader en mezelf, maar vooral ook voor de 120 vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn. De droom is uitgekomen, Pim. Daarmee klinkt het ook een beetje alsof het nu klaar is. Ja, maar ze hebben hier nog voldoende te doen hoor. Hier in dit gebouw, hier rechts achter mij, links voor jullie, dat staat nu nog leeg. Maar daar moet met de tijd een maritieme tentoonstelling komen over de oorlogsschepen en dergelijke. En in 2020 is er in het andere gebouw een expositie over de Four Freedoms en Roosevelt staat er op stal. Dus er is nog voldoende te doen hier zo. Pim van den Bergen vanuit Nieuwdorp, dankjewel. Een kritisch rapport over de gemeente Goes. De gemeenteraad daar heeft destijds te weinig informatie gekregen om een goed besluit te nemen over investeringen in het Omnium. Dat zegt adviesbureau Berenschot in een onderzoek naar de structurele verliezen van het Omnium. Uit het rapport blijkt dat investeringen in het sportcomplex, maar vooral in de bouw van het Tropisch Bos, onderdacht en onverstandig zijn geweest. De conclusies die in het rapport staan, die zijn echt heel stevig en gevoelig ook voor Goes. Uit het rapport blijkt dat niet alleen burgemeester en wethouders iets te verwijten valt, maar ook de raadsleden hebben zeker steken laten vallen. Als raadslid voel ik me zeker verantwoordelijk, want ik was ook raadslid toen de tijd op 20 september 2012 toen we een besluit hebben genomen. En natuurlijk voel je dan verantwoordelijk voor het besluit wat is genomen, of je nu voor of tegen was. Dat maakt in dit geval denk ik niet uit, omdat ook in het rapport helder wordt aangegeven dat zowel het college
beter had, zijn werk had moeten doen, maar dat ook de raad steviger had door moeten vragen en kritischer had moeten zijn op de gang van zaken. De 25-jarige Vlissinger die wordt verdacht van poging tot doodslag bij een schietpartij in zijn woonplaats op het Stadhuisplein, heeft 2,5 jaar gevangenisstraf geëist gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De schietpartij vond plaats op 18 april van dit jaar. Er werd niemand geraakt, maar er sneuvelde wel een ruit van gehandicapte instelling Arduin, waar op dat moment bewoners aanwezig waren. Het pontje van Sluiskil krijgt geen subsidie van de provincie. 17 raadsleden waren voor, maar 21 stemden tegen. De stichting ter behoud van de pont wilde 25.000 euro van de provincie, omdat ze zelf niet alle kosten kunnen opbrengen. Provinciebestuurder Harry van der Maas liet eerder al weten dat de gemeente Terneuzen het pontje in de vaart moet houden en dat dat niet een taak is van de provincie. Ruim 160 studenten van de HZ brachten vandaag hun studentenonderneming op de markt. En dan letterlijk de markt van Middelburg. Die stond vol met kraampjes van kersverse studentenbedrijfjes die hun producten presenteerden en verkochten. Dit is echt puur om te leren en dat maakt het zo ontzettend gaaf. Dus je mag fouten maken. Dat maakt allemaal niet uit, omdat je ervan kan leren om het later dus zo goed mogelijk te doen. Met het programma Jong Ondernemen wil de hogeschool studenten kennis laten maken met het echte bedrijfsleven. Het is een heel ander iets dan natuurlijk regulier onderwijs met een boekje en een pennetje en ga maar wat leren. Dit wordt echt in de praktijk gebracht. En ik denk toch dat je daar veel meer van leert dan dat je net uit een boek moet lezen. En dan heeft de gemeente Noord-Beverland een nieuwe burgemeester voorgedragen. Loes Meeuwse, nu nog wethouder in Goes. 36 kandidaten hadden gesolliciteerd voor het burgemeesterschap van de gemeente. Half december kan Meeuwse in Noord-Beverland aan de slag. De provincie ondertekent het klimaatakkoord van het kabinet. Na een discussie van uiterste stemde een meerderheid van de Zeeuwse Statenleden in met het akkoord dat Zeeland een duurzame toekomst in moet loodsen. Maar wat hebben we daar als burger voor over? Ik rij een benzineauto. Die moet dan elektrisch? Ja, en dat kost een hoop knaken. Dus daar gaan de meeste mensen een probleem mee hebben, denk ik. Dat een hoop geld te kosten. Het elektrisch rijden is natuurlijk ook al een stapje wat gezet kan worden. Dus... Dat doet u al? Nee. De uitstoot van CO2 in Nederland moet over 10 jaar zijn gehalveerd en over 30 jaar bijna geheel zijn verdwenen. Het kabinet heeft vergaande plannen en kwam eind juni met het klimaatakkoord. De provincies wordt gevraagd in te stemmen met dat akkoord. Het is zeer belangrijk dat Zeeland dit ondertekent, want we merken ook in Zeeland elke dag de effecten van die klimaatverandering. De droogte, de overstromingen en ook de hitte. Alle 12 provincies vinden wel dat de klimaatmaatregelen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten blijven. Maar wat merkt de gewone Zeeuwse burger nu van dat klimaatakkoord? Kan hij niet meer op gas stoken? Mag hij niet meer in de auto rijden? Of moet hij opeens zijn huis isoleren? Welke maatregelen komen eraan? En ook de kosten zijn niet duidelijk. Gaat de burger nou wel van het gas afgedwongen of niet? De industrie, mag die wel gebruik maken van gas? Er is nog zoveel onduidelijk. Wij vinden, nu kan je er niet over stemmen. En wij vinden een goed milieubeleid belangrijk, maar dit klimaatakkoord willen wij niet. Maar de meeste partijen gingen toch akkoord. Maar wie gaat dat betalen? Ik denk niet dat je dat soort dingen iemand kunt verplichten. Want er zijn ook behoorlijke financiële lasten die daarbij komen kijken. En er zijn ook mensen die dat niet kunnen dragen. Ik kan het betalen of we kunnen het betalen. Maar er zijn zat mensen die het niet kunnen betalen. Het zou ook wel lekker zijn als de overheid daarin bij zou dragen. Dat zou fijn zijn, inderdaad. In de dorpshuizen van Zonnemeren, Bruinisse, Burg Haamstede en Renesse ging deze week het project Thuis in je dorpshuis van start. Het is de bedoeling dat de dorpshuizen wekelijks een halve dag open gaan voor publiek. Mensen kunnen elkaar dan ontmoeten, maar krijgen ook regelmatig een programma voorgeschoteld. Het dorpshuis. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Waar wordt vergaderd, feest wordt gevierd, gerouwd. En waar muziek wordt gemaakt door de plaatselijke fanfare. Maar de laatste jaren weten steeds minder mensen het dorpshuis te vinden. En als het aan SNWO en de gemeente Schouwen-Duiveland ligt, komt daar verandering in door het project Thuis in je dorpshuis. En vanmiddag is hier de aftrap. In de Mere, in Zonnemere. Wat vindt u van dit initiatief? Prima, gezellig, leuk. We doen het al een paar jaar. En we blijven eigenlijk met een te klein groepje over. Dat is jammer. Hoe belangrijk is het dorpshuis voor Zonnemeren? Nou, wel belangrijk. Het is het
het hart van het dorp. Het draait er een en hier worden de beslissingen genomen. Hier komen je dus bij elkaar. En dan worden er activiteiten ontplooit. De welzijnsorganisatie SMWO Schouwen-Duiveland heeft in samenwerking met Zeeuwland en de gemeente het initiatief genomen voor het project Thuis in je dorpshuis. Dorpshuis is natuurlijk in elke plek hier op Schouwen-Duiveland. Er zijn 17 kernen, 16 dorpshuizen, alleen Zierikzee heeft het niet. En dat is het centrum van het dorp. Daar moet het bruisen, daar moeten mensen naartoe kunnen voor informatie, om elkaar te ontmoeten. Het project Thuis in je dorpshuis omvat volgens Mels Hogeboom meer dan alleen maar een bakje koffie drinken met elkaar en gezelligheid. Maar juist hier is ook een hele mooie plek om informatie te geven. Ik nodig alle maatschappelijke organisaties uit om hier voorlichting te geven over wat zij kunnen betekenen voor de mensen, voor de ouderen, de gemeente, het WMO-loket. Welke voorzieningen zijn er nou eigenlijk vanuit de gemeente? Kom dat hier vertellen. Een belastingconsulent? Is ook een mogelijkheid. Ja, zeker. Dat zal januari, februari ook weer zijn. En dan hebben we nu 4 dorpshuizen waar we kunnen starten. Dus dat kan ook mooi circuleren. En aan alle dorpshuizen dat zo'n belastingconsulent voorlichting komt geven. De gemeente denkt dat het project in meerdere opzichten een meerwaarde kan zijn voor het dorp en heeft financieel een steentje bijgedragen. Projecten moeten gefinancierd worden. De gemeente investeert in het project zo'n 2000 euro voor deze proefperiode. En mocht het een succes zijn, dan gaan we dat natuurlijk verder uitbreiden. En dan gaan we zien of we het in alle kernen of in alle dorpshuizen kunnen gaan realiseren. En waar hebben we het dan over als we het over geld hebben? Ongeveer 10.000 euro. Nou, zoals je kan zien is het redelijk druk voor zo'n eerste keer. En iedereen is ook erg positief over het vervolgtraject. Als het voorziet in de behoeften en het is aangetoond, de mensen die er komen, die kunnen aangeven of ze het naar de zin hebben, waar ze behoefte aan hebben. Zijn er genoeg organisaties omheen die ook meewerken aan dit project, dan is het voor mij geslaagd. Zeg Borre, kun jij goed sjoelen? Ja. Doe je het ook wel eens thuis? Nee, ik heb het niet thuis. Dus je vindt het leuk dat het in het dorpshuis hier is? Ja. Ga je hier vaker komen met opa en oma? Ik zie het hier om me heen. Het is volop een drukke boel. Dus ik denk dat het wel een succes wordt. Wolkenvelden en wat zon wisselden elkaar af deze vrijdag. Er woei een stevige zuiden tot zuidwestenwind, maar koud werd het niet met maximaal 15 of 16 graden. En ook morgen waait er een stevige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Het is een zachte herfstdag dan met maximaal van 18 of 19 graden. Wolkenvelden trekken wel over, maar de zon laat zich gelukkig ook regelmatig zien. We begonnen de uitzending met de Slag om de Schelde en dan gaan we na de uitzending gewoon mee verder. Op 3 november, de derde dag van de operatie, nemen de commando's de batterij Dishoek in. De laatste batterij die de vaarweg naar Antwerpen beheerste. En hiermee is feitelijk de Slag om de Schelde op deze plek beslist. Veel meer daarover straks, gevolgd door het uitgebreide weerbericht. En ik wens u alvast een heel fijn weekend.